Maar wat is sekswerker, was een grapje toch? Of niet? Was dat een grapje toch? Nee. Is niet? Oké, okay, is gewoon echt. Okay. Oh, sinds vandaag? Sinds vandaag. Oké, de shop is opend. Ja, ja. Oké. Okay. Is de prijslijst al bekend of niet? Kennen jullie, hoe heet jij? Mirjam. Mirjam, ken jij cheerleader effect? Vertel. Cheerleader effect, ken je het niet? Dat is voor mannen is dat. Dat is een heel heftig proces voor ons. Ja, wij hebben heel veel mankementen, mannen. Dat wist je waarschijnlijk al op jouw leeftijd. Maar, nee, maar kijk, één mankement van de man is het cheerleader effect. Dat is als man, als je dan heel veel vrouwen bij elkaar ziet zo, dan denk je van, wow, wat een hoop lekkere wijven. Dat denken wij. Maar dan ga je individueel kijken, denk je, moi. Maar dat heb ik bij jullie dus helemaal niet. Niet geloofwaardig meer. Nee, maar vroeger belde ik een vriend van me op en zei ik, Harry, ga je weer stappen? Dan zei ik altijd, zijn er lekkere wijven? Hij zei, ja, ik ben erbij. Maar hij belde hem laatst op en zegt, Harry, ga je weer stappen? Toen vroeg ik, zijn er lekkere stoelen? Nee, ik blijf thuis. Klik. Klik. Zo'n oude lul ben ik. Klik. Ik zie deze twee hier recht. Wat is die meneer aan het doen? Wat is dit? Omgekeerde chakra. Hey, kijk, dat was voor jullie tijd. Dat is zo'n ding met zo'n draaischijf. Weet je dat nog wel? Nee, dat nauwelijks toch? Die heb jij niet meer thuis gehad, toch? Het is gewoon klik eens uit, zo klak uit. Klik. Nee, ik ga echt stappen. Het leven gaat veel te hard ook, jongens. Hoe oud ben jij? 21. 21, super jonge dude. En jij? 21. Nou, geniet ervan. En jullie zien er goed uit. Dus dat is logisch op die leeftijd. Als je nu al kut uitzag, zeg ik het. Ja, maar dan heb je ook mensen, de 21, super lelijk en totaal niet fris, maar jullie zien er fris uit, dus dat is goed. Dat is goed. Maar 21, maar weet je wat het is? Het leven gaat hard, jongen. Dit is, als je 21 bent, denk je dat je echt alles aan kan. Nou, kijk een beetje, kijk naar die sekswerkers, daar gaat het heen. Daar gaat het heen. Hè? Dit is je toekomst. En er zijn zij nog behoorlijk knap, kun je nagaan waar het heen gaat?